Vandaag was het op veel plaatsen in ons land tamelijk bewolkt en vanochtend viel er ook af en toe wat lichte regen of motregen in met name het binnenland. In de loop van de dag werd de bewolking geleidelijk wel wat dunner, zoals goed te zien op de Noordzee. Af en toe brak de zon door en ook was het verder de rest van de middag op de meeste plaatsen droog. Bij een vrij stevige westenwind liep de temperatuur uiteindelijk op de meeste plaatsen op naar zo'n 7 of 8 graden. De komende dagen dan blijft het wisselvallig. Dat komt door storingen die vanaf de Atlantische Oceaan over de Noordzee trekken richting het oosten van Europa. Daarbij valt af en toe wat lichte regen of motregen met name morgen en in de nacht naar donderdag dan trekt een actievere storing over ons land. Die actievere storing, dat is een koufront en achter dat koufront stroomt zachte lucht ons land binnen. Je ziet ook gelijk in de modelanimatie dat er wat meer opklaringen zijn, maar dat het ook niet helemaal droog is. Er trekken dus buien donderdag over het land en mogelijk dat die buien gepaard kunnen gaan met korrelhagel of een vlok natte sneeuw. Vanavond dan houdt bewolking nog de overhand. En in het noordwesten, daar, daar zijn af en toe wat opklaringen en de temperatuur die zakt niet heel veel. De temperatuur ligt dan rond 7 graden. Vannacht dan blijft het bewolkt, er valt ook af en toe wat lichte regen of motregen, maar toch is het op veel plaatsen droog. De temperatuur daalt nauwelijks, op de koudste plaatsen is het een graad of vijf. De wind die neemt wel iets in kracht af en is dan meest matig. Morgen dan valt er van tijd tot tijd lichte regen of motregen. In eerste instantie met name in de noordelijke helft, maar in de loop van de dag ook geleidelijk op steeds meer plaatsen in de zuidelijke helft van het land. Er waait een matige tot een zee soms krachtige westen- tot zuidwestenwind. en de temperatuur die komt op zo'n 7 of 8 graden uit. Donderdag, dan trekt dus in de nacht eerst die storing over ons land. Daarachter die opklaringen met die buien in het noordoosten en noorden van het land is er daarbij ook kans op wat natte sneeuw. Tijdens een wat fellere bui, met die natte sneeuw, mogelijk ook korrelhagel, daalt de temperatuur naar plus 1 graad. Dat kan ook overdag gebeuren, maar tussen de buien door, als de zon even doorbreekt, wordt het een graad of 5. Alsnog waait er een vrij stevige noordwestenwind, die met name later op de dag in het Waddengebied en het noordelijke kustgebied hard of krachtig of hard kan zijn, met kans op zware windstoten bij buien. Kijken we naar de lange termijn, dan zien we heel duidelijk dat het vanaf vrijdag kouder gaat worden. Met name s'nachts gaan de temperaturen onder nul. Het kan lichten tot soms matig vriezen. En overdag komt de temperatuur rond of iets boven het vriespunt uit. Dat betekent licht winters weer, maar echt schaatsplezier hoeven we dan nog niet te verwachten. Ook op de lange termijn houdt het beeld vast, we blijven een vrij groot verschil zien tussen dag en nacht. Dat betekent een open weertype, dus na die grijze periode gaan we af en toe de zon zien. Als we dan ook nog naar de sneeuwval gaan kijken voor de komende periode, dan zien we dat die kanspercentages vrij laag zijn en ook de hoeveelheden die blijven beperkt. Valt er af en toe een bui, ja, dan zal het kunnen gepaard kunnen gaan met sneeuw of natte sneeuw. Op een enkele plek betekent dus dat het wit kan worden, maar veel sneeuwval op grote schaal, dat verwachten we de komende periode dan nog niet. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.